Hey kijkers van de aflevering, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Slither.io. Het is veel te warm buiten, het is fucking warm buiten. Maar ik moet een video opnemen, want het is veel te warm buiten. Dat is een goede reden om een video op te nemen, right? Anyways, ik heb te veel energie, dus wij gaan Dunkin' Banaan starten en we gaan het spel weer spelen. Ik ben 1 keer gedaan, jullie vonden het fucking tof. Dus ik dacht, yo, ik ga het gewoon nog 1 keertje doen, omdat het zo erg leuk was. Ik heb het trouwens ook nog een keer op een livestream gedaan, toen ben ik nummer 10 geworden. Maar ik dacht van, yo, ik moet er gewoon nog 1 keer die kans pakken om hier eerst te worden. En oh my god, hier is iemand doodgaan. Oké, pak hier even snel wat zieken mee. Oh, we hebben gelijk een kill. Oh, ik ben zo goed in het spel. Oh my, fuck you. Oh my god. Nou, gelijk al een heel actief begin van de aflevering. Jezus. Oh, kijk, daar is een iets groter groen dingetje. We gaan hem aanpakken. We gaan hem gewoon pakken. Kom maar, joh. Ik ga je een beetje uitdagen. Kom hier. Ja. Oh, godverdomme. Oh, kijk, daar is iemand doodgaan. Nee, nee, nee. Dude, pak het nou niet allemaal. Het is, je moet ook een beetje delen. Oh, kijk. Nou, dat gebeurt als je niet deelt, hè. Motherfucker. Oh, nee. Te veel mensen komen erop af. Nou, weet ik dat er ook mods zijn waarbij je kan uitzoomen en dat soort dingen. Ik hoorde ook dat dat opgevat werd als cheaten. Dus daarom wilde ik het niet doen. Oh my god, you got so wrecked. Dus daarom wilde ik het niet doen. En ik dacht van, yo, ik kan ook gewoon winnen zonder. Ik kan gewoon pro zijn zonder cheats. Dus ja, we gaan gewoon lekker zorgen dat wij pro kunnen zijn zonder cheats. En hier zijn dus fucking veel grote mensen. Ik wil hem even aanpakken. Ik kan hem killen. Ja hoor. Oh, die grote paarse is zo hard neergehaald. Dit ga ik even claimen. Want hier is hij dus een paar keer overheen gegaan. Dus dit eten we al lekker op. En daar is nog een hele mooie oranje en een witte. Oh, oh. Maak het bochtje. Ja hoor. Oké, dus die gele daar, dat is ook een hele mooie gele. Die kunnen we best wel heel erg killen. En dat is geen fatsoenlijk Nederlandse zin. Maar dat maakt niet uit. Right, we gaan hem gewoon killen, jongens. We gaan gewoon mensen killen. Of eigenlijk, wat zijn het nou? Het zijn slangen, right? Het zijn niet eens mensen. Het zijn niet eens wormen. Het zijn volgens mij slangen, volgens jullie. Dat zeiden jullie in ieder geval. Oh shit, oh shit. Nee, fuck! Kut. 2500. Alright, dat is wel oké. Oh jongens, ze zitten nu met z'n drieën dezelfde richting op. Oh kijk, daar is iemand dood gegaan. Maar hij gaat... Godverdomme. Oh shit, daar komt echt één dude keihard aanracen. Wat? Huh? Oké, replay dat. Ik weet zeker dat hij door me heen ging. Oh shit, hier is een paarse. Oké, die paarse gaan we killen. We gaan gewoon die paarse killen. Oh, als klein groen smurfje. De smurf is eigenlijk helemaal niet groen. Maar ik heb hem wel gekillt en ik ben fucking goed in het spel. Maar dat wisten jullie al. Oké, hier is weer zo'n soort van blauw ding. I don't know. Eigenlijk wil ik hem best wel killen. Dus we gaan gewoon even kijken of ik hem heel sneaky neer kan halen. Hij zit in ieder geval hier een beetje rond te swabberen. Volgens mij is daar iemand dood gegaan. En dat is best wel kut. Maar oké, we gaan onze kansen pakken. We gaan even loeren of hier nou iemand te killen valt. Oh my god, die gozer werd zo lang. Of hij zat in een bochtje of zo. Hij ging maar niet weg. Ik dacht dat hij daar al lang weg zou gaan. Oh, ja, oké. Die was opeens dood. Oh, hier is de nut. Wat? Ik ging al dood voordat ik hem überhaupt aanraakte. Wat is dit spel? Oké, als het goed is ben ik nu een nieuwe server gejoind. Want volgens mij lagde die ander best heel erg hard. Ik hoop in ieder geval niet dat dat hier het geval is. Want dat zou best wel heel erg poep zijn. Oké, deze dude gaat even heel erg neer. There you go. Kijk, dat is nog eens revenge. Deze dude gaat ook neer. Hoppakee. Ja hoor. Oh. Dat voelt zo goed om nu al veel mensen te vermoorden. Oké, dus ik ga nu richting het midden zoals jullie op de minimap zien. En hier is al een enorme dude. What the fuck? Oh my god, die dude is zo groot. Oké, kan ik hier iets mee? Kan ik die man vermoorden? Dat is de vraag van vandaag. Kan ik deze paarse vermoorden? Ja, dat heb ik gedaan. Oh, dat voelt zo goed. Oh yeah. Oké, ik ben nu dus al 66ste, staat links onderin. En hier zijn dus nog heel veel meer mensjes die ik gewoon lekker wil opeten. Dus kom maar, dude. Ik ga jou even lekker opeten. Oh nee, maak een bochtje, Duncan. Zorg dat je niet wordt opgegeten door die blauwe. Oh yeah. Oké, nou, we laten dit even met rust. Jij gaat ook even down. There you go. Kijk jongens, ik heb even ook een snack voor die regenboog achtergelaten. En deze dude gaat me insluiten. Nee hoor, dat ga je niet doen, jij vieze smiecht. Ik ga hem insluiten. Ik red dit, ik red dit. Oh nee, ik ben te kort. Ik kan hem niet insluiten, tenzij ik hem heel erg veel kleiner maak. Ja hoor. Oké, nu heeft hij nog maar echt zo'n heel klein gaatje waar hij doorheen kan. Anders heb ik hem ingesloten. En ik heb hem gewoon volledig goed ingesloten. Hij gaat zoveel mogelijk tijd rekken. Maar uiteindelijk ga je gewoon dood, dude. Nu ga je gewoon uiteindelijk dood. Accepteer je lot. Oh nee, ik word ingesloten door een enorme regenboog. Jap, ik word ingesloten door een enorme regenboog. Oké, fuck you. I'm out of here. I'm out of here. Safety first. Safety first. Oh my god. Ik wil dat niet allemaal verliezen. Dat zou zo fucked up zijn geweest. Oh my god, hij is hier weer. Jeez, die dude is zo lang. Zou hij de nummer 1 zijn? Het zou wel cool zijn dat je hier gewoon een nummer 1 hebt. Maar volgens mij is de nummer 1 nog groter. Oh my god, nee, die fucking blauwe. Oké, wat is mijn nickname? Ik noem mezelf Banaan. Bananan. Dat was een typfoutje, maar dat maakt niet uit. Oh shit, hier zijn nog best wel veel dingen dood gegaan. Oh my god.
Oh my god. Kan ik die paarse killen? Kan ik die paarse killen? Nope, ik kan hem niet killen. Oh shit, de paarse gaat hem. De paarse gaat hem. De paarse gaat hem. Oh yes. Oh, dit voelt heel goed. Nee, fuck you. Fuck fucking fucking you. Altijd als ik iets goeds doe, komt er zo'n nare vent die me elke keer afmaakt. Ik snap het niet. Alhoewel, misschien moet ik gewoon voorzichtiger zijn. Of misschien moet ik toch zo'n cheat gaan installeren dat ik ze vanaf ver kan afzien. Maar het is gewoon niet leuk. Kijk, dit is gewoon niet... Dit... Oh, die dude heeft... Hij gaat me insluiten. Oh, fuck you. Hey, Jacksepticeye. You got juked. Eigenlijk heb ik geen idee wat ik er net deed. Maar het werkte, dus ik moet niet klagen. Deurbel. Oké, hier is dus een gast. Die kunnen we best wel heel erg killen. Als ik gewoon een beetje slim speel. Oh, er is ook een blauwe en een groene in het spel. Maar dat maakt me niet uit. We kunnen hem gewoon killen. We kunnen hem gewoon killen. Kijk, daar is hij. En nee. Ai, jongens, we zijn gewoon volledige focus mode. Oh my god, die dude is zo groot. Is dat nummer 1? Oh, kijk, ik heb die paars even vermoord. Oké, ik zag het niet eens, maar ik heb hem vermoord. Wat zou het zijn als ik die vent kon vermoorden? Dat zou zo fucking vet zijn. We're on a quest. Oh, kijk, hij is hier dus een beetje bezig. Oh, daar is zijn kop. Kijk. Ja. Ik pak mijn kansen hier, hoor. Ik pak mijn... Nee, oh god. Oké, wacht. Deze dude gaan we killen. Deze dude gaan we killen. Deze dude... Nee! Oh. Right, daar laat ik het bij. Jongens, ik wil jullie wel voor het kijken van deze video. Laat natuurlijk even een duimpje omhoog. Eén tip wil ik geven. Ga geen video's kijken. Ga gewoon lekker buiten genieten van het mooie weer. Dat ga ik ook na het maken van deze video doen. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. Doe natuurlijk even een duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Peace out.